Daar zijn we weer. Heeft even geduurd. Afgelopen zaterdag HBM Toolfest gehad. Was zo verlopen. Prachtig weer. Was echt mooi. Hoop kijkers gezien. Andere YouTubers gezien. Het meeste kende ik er al wel van. Een paar nog niet. Dus dat was ook keileuk. Veel aanloop geweest. Dus ja, allemaal hartstikke leuk. Brommertje deed het. Of brommertje, motor die dek gemaakt had met die V-snaar van de scooter van onze oudste. Daar had ik hem uitgesloopt. Was wel niet de goeie, maar daar heeft hij de hele dag op gedaan. Als het goed is, krijg ik vandaag nieuwe snaren binnen. Dus nu vrijdag. Zouden eigenlijk woensdag komen. Het bedrijf waar ik ze besteld had, had ze ook al eerder verstuurd. Ik kreeg een berichtje van, nou, we hebben ze bij KPN, bij de post afgegooid. Alleen de post. Daar duurde het eventjes. Maar maakt niet uit. Ik ga wel vertellen over de HBM-dag. Keileuk was het daar natuurlijk. Er waren ook klanten die dingen gemaakt hadden. Daar zaten ook hele leuke dingen bij. Er was nog een studentengroep. Die hadden zo'n tuk-tuk hadden ze elektrisch gemaakt. Dat ding dat liep echt hard. Alleen met elektrisch, ja, ik krijg er nog geen gevoel bij, hè. Ze geven gas en het komt als een gek uit de startblokken, want dat is het mooie met elektrisch. Maximaal koppelen van 0 toeren af. Dat is met zo'n brandstofmotortje niet. Zeker zo'n industrieding wat ik heb, dat is helemaal niet efficiënt. Dat is een hoop herrie en geen gang, zullen we maar zeggen. Ja, gelukkig heb ik een groot zat gekozen, komt die toch goed op gang. Maar daar is het koppel, dat ligt ergens bij een bepaald toerental en het aantal maximale pk's ook. Dat is meer elektrisch, veel efficiënter. Die gewonnen was een kruiwagen, ook elektrisch. Dus vloedplateautje erachter gemaakt, kon je op gaan staan en daar reed dat ding. Dat heb ik wel eens vaker gezien met scootermotortjes en van alles en nog wat hebben ze gebouwd op YouTube. Maar deze was wel leuk. Had hij eventjes gauw, hij had een oude scooter. Had hij een oude elektrische scooter, had hij het wiel van gepakt. Nou, we accu's erop, we besturing erop en daar ging hij. Dus dat was heel leuk, ja gewonnen. Master Milo, ja zijn ding ook maar net op tijd afgekregen. Hè. Ik dacht dat ik laat was. Die was nog later, ja s'nachts tot, ik meen, moet niet liegen, 2:30 liggen toppen. Om het voor elkaar te krijgen en dan s'morgens om 9:00 weer in voortrecht zijn. Nou, die rijdt er ongeveer net zo lang op als ik. Dat is bijna net zo ver rijden. Dat is een goede uur rijden naar Moordrecht. Vanuit het mooie Brabantse. Nou, Matthijs was er met zijn skelter. Een skelter, hoe zeg je dat nou? Winkelwagentje. Met een kart eronder die hij zelf gebouwd had. Dus, en hij had zijn motortje bij. En nou, was hartstikke leuk. AB Customs was er. Die had zijn scooter en zijn elektrische motor bij. Of brommer. Er zit een brommerkenteken op, dus dan is het een brommer, hè. En zo'n kop van Jut. Nou, dat ding dat kreeg ik echt niet boven de 4 uit. Ik kon op slaan met gewoud. Maar ik kreeg hem niet bovenin, maar dat lukte niet, man. Dus het lag niet aan mij. Plotman was er, die hadden een klein motortje bij, maar dat was niet wat ze gebouwd hadden. Ze hadden een picknicktafel, ik meen voor een man of 10-12 dat je erop komt. Daar is een stuur op gemaakt, een motor op gemaakt en er was een zelfrijdende picknicktafel. Dus ook hartstikke leuk. Nou, Master Milo die had daar wandelend beest, een insect, wat was het, 10 pootjes. En daar deed het ook verrassend goed. Ik stond ervan te kijken. Want in het begin dat je hem aan het testen was, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Nou jongen, er was net een wild paard wat op zat. Dat was redelijk goed gekomen, kon er redelijk op rondbeduren. Dus. Allemaal heel veel gepraat met kijkers. Mooie dag geweest. En het ergste is, kei verbrand. Kunnen het nog een klein beetje zien, denk ik. Hier, mijn neus, er hingen de korsten op. En dat is niet zo erg. Zondags, koorts, lag Harrieke plat. Hè. Had 39 nog wat koorts. Nou, als vrouw zei, kijk goed, zonnevergiftiging zijn. Nou, ik zeg, zullen we die dag erop maar eens aankijken. Nou, maandag, nog koorts. Dus, maar of het nou van de zon kwam, ik voelde me eigen wel knap beroerd. Het was net of ik griep had. Dus het kan ook een griepje zijn, hè, dat heerst nu ook. Maar allemaal, de hele week beroerd geweest. Dus niks gedaan. Ook geen filmpje gemaakt. Ja, nu dan.
is nu vrijdagmiddag geweest, rond een uur of vier dat ik hier zit. Ik heb vrijdags altijd vrij, dus ik heb de schuur opgeruimd. Zullen dadelijk wel eens kijken, het is weer netjes geworden. Dan hadden we er een puinopvang gemaakt met een motortje. Dus, maar dat is weer netjes. En ja, wat ik zei, dus echt in de lappenmand gezeten. Ik had, wanneer was dat? Eergisteren dacht ik van, nou, ik voel mijn eigen wel redelijk goed. Denk ik, ga de schuur in. Nou, uurtje in de schuur geweest, weer naar binnen, boem, dan ga hij weer slapen. Dus ik heb de hele week geslapen. Maar ik zei, er zijn ergere dingen in het leven. Maar ik heb ook nog een hele grote verrassing. Dat heb ik niet mogen vertellen, ik weet het zelf al lang. Vanavond hebben we hier thuis een gender reveal party. En waarom hebben we die? Nou, dat is heel simpel. Ik word opa. Dus er is een kleine opkomst bij ons. Vinden we allemaal heel leuk. Die bij HBM zijn geweest, hadden dat al gehoord. Dus mijn dochter was erbij. Nou, die is dus ook zwanger. Allemaal kei leuk. En ik word opa, dan worden we echt oud. Poeh. Een oude mens. Maar goed, daar zie ik wel naar uit. Die kleine die komt pas na de vakantie, oktober, november. Volgens mij in november. Ik ben daar nooit niet zo goed in, hè. Dat is nou met die gender reveal ook allemaal vragen, wat wordt het, een manneke of een meisje. Ik zeg, ja, dat maakt mij echt helemaal niks uit. Dus dat maakt mij helemaal niks uit. Ik heb er ook geen gevoel bij van wat het zal worden, want ja, dat hebben sommigen gedaan. Ik denk dat dat wordt, nou. Ik weet het niet. Ik denk dat de broer van mijn schoonzoon gelijk, die zei, misschien wordt het wel een broodrooster. Nee, maar dat is flauwekul. Dat hebben we dus vanavond. Zondag komt er dan waarschijnlijk ook geen filmpje. Maar goed, dat is ook niet anders. Geen tijd om te maken. Misschien dat ik op de fietsjes weg ga. Dus kijken hoe ik mijn eigen morgen voel. En dan is een eindje gaan fietsen. Ik wil nog wel eens een rondje gefietst, kijken hoe ver dat je accu komt. Ik heb er al eens 90 kilometer mee gefietst. Maar dat was wel gunstig weer, had wind in de rug en zo. En niet hard gefietst. Maar dat kan ik morgen wel eens gaan doen. Dat is misschien wel leuk om eens een rondje te gaan fietsen. Het is nou mooi groen in het bos. Dus dan gaan we dat misschien doen. En voor de verder rest heb ik niks aparts te melden. Vragen, opmerkingen hieronder. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!